Hallo allemaal. Vandaag is de dag tegen de chemische wapens. Ja, waar gaan we daar nou weer bij tekenen? We verzinnen er wel wat op. Ik heb al wel een ideetje. Teken je weer mee? Goed, vandaag internationale dag tegen de chemische wapens. Ja, chemische wapens. Gelukkig hebben we daar niet mee te maken. Wij zeggen wel eens thuis, als er iemand naar het toilet is geweest, van wie heeft daar zo zitten stinken? Het lijkt wel een chemische fabriek hier. Nou, chemische wapens, chemische luchtjes. Dan zeg ik wel eens, nou zet maar een wasknijper op je neus. Nou, laten we eens een wasknijper tekenen. Hoe ziet zo'n wasknijper er dan uit, hè? Ja, dat is nog best een lastig dingetje. Want ja, als we een wasknijper tekenen, dan willen we dat 3D doen. Want dan zien we beter wat het precies is, zo'n wasknijper. Zo, daar beginnen we mee. Nou, de onderkant heeft hier natuurlijk ook een schuine kant. Zo. Teken hem nu even dicht. Zo. Er zit hier al een ijzertje zo. Dat loopt dan schuin naar binnen toe. Er zit hier een inhammetje zo. En aan deze kant ook. Die kanten zijn natuurlijk gewoon hetzelfde. En het ligt eraan hoe je daar natuurlijk in doet. Zo. Nou, er zit hier de veer. Zo'n ijzertje zit op een veer. Zo. Nou, zo ziet een wasknijper er ongeveer uit. Ik weet niet of dit zo een beetje duidelijk is. Ik denk het wel, hè. Al het schaduw aangeven, zo. Goed, een wasknijper. Wat moet je natuurlijk doen als je chemische wapens hebt? Vaak kun je daar niet veel tegen doen, maar wat wel zo eventueel zou kunnen helpen is een gasmasker. Nou, hoe ziet een gasmasker eruit? Ja, dat is ook wel weer apart, want er zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten gasmaskers. Het beste is dat je je ogen ook beschermt. Hoe kunnen we dat het beste tekenen? Dat is een goede vraag. Een gasmasker. Je hebt ze in allerlei vormen en maten natuurlijk. Gasmaskers. Laten we er maar een soort gasmasker bril van maken of zo. Het lijkt een beetje op een duikbril. Alleen dan heb je twee verschillende glazen voor elk oog één. Het lijkt nog een beetje motorbrilachtig. Dat zijn dan de glazen. Zoiets. Dan zit hier een soort zuurstoffilter. Zo. Het lijkt een beetje varken, gaat het zo wel lijken, hè? Filtert de lucht. Soms heb je dan aan de zijkant ook nog, want je hebt verschillende soorten filters erop zitten. Er zit hier ook nog een filter. Hier ook nog een filter en zo. Ook nog gaatjes zo erin. Verschillende zuurstofdingen zo. En dan moet hij aan de onderkant natuurlijk ook nog aansluiten zo. En ja, dat zit dat. Zo, en dan heb je hier nog riempjes aan zitten die je dan over je hoofd kan doen. Dus. Zo, dat zijn die glaasjes zo. Een beetje zwart maken zo.
Nou, ik denk dat we zo een aardig gasmasker hebben getekend. Nou, hier zit natuurlijk ook nog dat riempje eraan. Dat je achter je hoofd kan doen. En dat, ja, dat sluit dan weer met elkaar. Goed. Dag tegen de chemische wapens. Ik maak er een wasknijper en een gasmasker van. Verzin er zelf iets voor. En dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen.